Hallo, ik ben Matthias van kantoor Kortrijk. Ik zal het hebben over het verschil tussen vruchtgebruik en blote eigendom. Vruchtgebruik is eigenlijk het recht om van een goed het genot te hebben, alsof je eigenaar bent van het goed, zonder effectief eigenaar te zijn. In ruil voor dat genot is er een instandhoudingsplicht. Vruchtgebruik kan zowel slaan op roerende goederen als op onroerende goederen. Bij vruchtgebruik op onroerende goederen is het zo dat het eigenlijk meer inhoudt dan enkel het gebruik van het onroerend goed. Je hebt het volle genot ervan. Zo kan een vruchtgebruiker namelijk ook het onroerend goed verhuren en op die manier genieten van die huurgelden. Vruchtgebruik impliceert voor de blote eigenaar dat het op zich wel een stuk zijn eigendomsrecht beperkt. In die zin, hij is wel eigenaar van het onroerend goed, maar hij kan het niet betrekken. Hij moet de vruchtgebruiker respecteren. Wat de blote eigenaar evenwel altijd kan doen, is zijn blote eigendom verkopen of wegschenken. Naar duurtijd van vruchtgebruik is het zo dat dit voor onbepaalde duur kan zijn of voor bepaalde duur. Vruchtgebruik is echter sowieso altijd maximum 30 jaar. Wanneer vruchtgebruik beëindigd wordt, dan is er eigenlijk sprake van het uitoven van het recht. Dit kan ook beëindigd worden door vermenging van vruchtgebruiker en blote eigenaar. Het kan ook beëindigd worden door verjaring, als het recht gedurende 30 jaar niet wordt uitgeoefend. Daarnaast kan het ook beëindigd worden door het teniet gaan van de zaak of door de beëindiging gewoon van de periode waarvoor het vruchtgebruik werd toegekend. Waardering van vruchtgebruik is zeer belangrijk. Correcte waardering is zeker zeer belangrijk. Waardering van vruchtgebruik gebeurt in zaken erfbelasting op basis van wettelijke berekeningstechnieken. Zo zijn er de omzettingstabellen die jaarlijks worden aangepast en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Waardering vruchtgebruik in zaken directe belasting. Daarvoor kijkt men eigenlijk naar de werkelijke economische waarde. Dit kan bijvoorbeeld de huur zijn. Voor meer informatie kan u altijd op onze website kijken.